over de rooien. Ja, zeker. Volgens mij is het namelijk gelukt om een kandidaat te vinden. Mark, jij gaat het doen, hè? Ja, dat klopt. Radio uit. Spannend, spannend. Ja, we horen onszelf een beetje terug. Heb je ons op de speaker staan of zo? Ja, dat ligt denk ik aan mijn telefoon, sorry. Maar kan je hem niet van de speaker afhalen? Ik heb niks op de speaker staan. Oh, je hebt hem gewoon aan je oor? Ja. Wacht, ja? Nou, beter? Ja, een stuk beter. Ik weet niet wat je zojuist veranderd hebt, maar dit scheelt al een heel stuk, ja. Ik heb mijn oplader eruit gehaald. Kut oplader. We horen onszelf nog wel een beetje terug, maar goed, daar komen we wel doorheen. Wie is Jeffrey? Jeffrey is een heel goede vriend van mij. Ja. En we gaan in principe dag en nacht met elkaar om. Dus, en waar zit hij nu op dit moment dan? Hij zit drie huizen verderop. Oké. Nou ja, we gaan je doorverbinden met Jeffrey. Krijg je hem binnen anderhalf minuut over de rooi en dan pak je de prijzen. Is goed. En we bellen anoniem, daar ga je. Oké, dankjewel. Nee, Jeff. Hey, Pik. Hey, maat. Hoe is het? Ja, rustig aan, man. Beetje moe, hè? Ja, snap ik. Ben ik ook. Luister, ik heb een probleempje. Hoezo, wat is er aan de hand, maat? Ik heb straks je scooter geplakt. Ja. Dat ik even heel snel naar Zwijndrecht moest. En nu ben ik een kwartiertje geleden zo hard ermee op mijn bek gegaan. Omdat ik door het gezeik allemaal heel snel weer terug wilde. Alleen ik ben zo hard op mijn muil gegaan ermee. Dat er is niet veel meer van over. Alles is beschadigd. Jongen, tyfusdebiel. Je zou hem niet pakken. Ja, je weet de situatie toch. Ik had hem gewoon echt even nodig, Pik. Ja, jongen. Hoe bedoel je, er is niks meer van over? Ja, heel die kappen zijn beschadigd. De uitlaat legt er onderuit. Ik ga die bocht door van de brug af. Ja, ik glij op mijn bek. Je wil het niet weten. Echt hard, jongen, hard. Oh, jongen, ben jij niet goed, Pik? Die tyfuscooter die is net nieuw, gek. Heeft me 35 mei gekost. Ben jij niet goed bij je hoofd of zo? Ja. en dan nog pakken zonder te vragen aan mij? Ben jij... Ja, Pik, jongen. Ja, ik wat denk maak jij mij nou? Even, man. Je bent thuis, ik weet niet veel. Ik denk, ik pak dat kutding gewoon. Ik ga even snel op en neer door dat gezeik allemaal. Ja, ik weet het niet, hoor. Hij staat hier nog. Ik weet niet of ik politie moet bellen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk, jongen, wat maak jij mij nou, jongen? Ja, wat denk je als ik gepakt word? Ik mag Pik, jongen, rijden. Oh, jongen, mijn armen zijn aan het trillen, jongen. Oeh, 3500, Pik. Ben jij niet goed ofzo? En jij rijdt hem even naar de tyfus. Ja, wat moet ik zeggen dan? Ja, wat moet ik zeggen dan? Wat denk je van je kniptrekken? Ja, nou, wat denk je? Ja. Zeker toch niet, joh, sukkel. Pik, oeh, echt jongen, waar ben je nou? Ja, bij de brug nog. Ik mocht al lopen met dat ding aan mijn arm, dat ding rijdt niet meer, dat start niet meer, dat doet helemaal niks meer. Echt jongen, jij verdient echt een portie tikken, weet je dat? Ja. Ik heb je nog duidelijk gezegd, Pik, ik zet dat ding bij jou, maar ga pak hem niet. Ja, je weet toch, de situatie fuck, was... Fuck jongen, net... Wil naartoe. Hij is net nieuw, gek. Echt jongen, hoe kan je dat nou doen, Pik? Hoe kan je nou dat kankerding pakken, ben je... Echt jongen. Ja. Kijk, mijn eigen team is voor kennenwerken om die erbij te pakken. Oh, jongen, ik zweer het, Pik. Ja, ik kan ook mijn bek inhouden. Ja, en dan? Dan had ik hem morgenavond achter gekomen. En dan had ik voor je gestaan, dan had ik gelijk al je tanden eruit geslagen, idioot. Ik ben blij dat je bel, joh. Dus dan kan je nou tekeer gaan. Hey, Jeffrey, Pik. Wie is dit? De Brommerboer. De Brommerboer. Nee, je bent live op Radio 538. Ja! Wat? Het is een geintje. Je zit in Over de Rooien. Teringleiers. Maar dat betekent heel goed nieuws voor Mark. Yeah! Yeah! Mark, gefeliciteerd. Je wint een hondenkop. Ja, dankjewel. Je wint een indoor surfarrangement voor twee personen bij Dutch Water Dreams in Zoetermeer. Plus 4 tickets voor Closing Pure Pressure in de Matrix in Nijmegen op 20 december. Dan krijg je ook een envelop met munten bij. Plus 2 tickets voor een feestje naar keuze op clubjudge.com. En deze prijzen worden je aangeboden door Club Judge. Helemaal geweldig. Nou, Jeffy, je gaat nu wel mee, hè? Dat snap je zelf ook wel. Oh, vieze hondenkop, jongen. Ik sta op die shaking, jongen. Ik ben boos. Oh. Hij staat nog gewoon in de tuin, man. Zeg. Oh.
Jij hebt echt geluk, Pink. De avondploeg.